Het jonge gezin heeft een dramatische beslissing genomen. Als donderslag bij heldere hemel vertrekken ze uit hun o zo geliefde volksbuurt. Ze gaan verhuizen, want er is iets goed mis in Huizen Weltevree. Je kan ook crackers op een toosje crackers op een bordje neerzetten, of niet? Ja, ga niet zitten lachen, want ik ga zo de zakchips in je bek. Ja, ze gaan niet mee de douche onder, of als ze leggen te wippen, dan gaan ze nog net niet mee. Maar de rest wordt gewoon vullend. In de nieuwe serie gaan de twee verhuizen. En al snel blijkt dat niet iedereen in hun nieuwe buurt blij is met de komst van Barbie en Michael. Ja, dat hun onze kop niet uit kunnen staan. Ja, dat is hun probleem. Dat is mijn probleem niet. Mensen waren inderdaad bang van, ja, wat krijgen we naast ons wonen? Stereotorens, aanloop, reality-camera's, 24 uur per dag. Ik zou je zeggen, als ik er tegenkom, zeg ik er gewoon gedag. Geef er gewoon een hand. En als er nog, ik nodig er nog uit voor mijn housewarming ook. Ja, gek. Je zou denken dat het na Huisje Boompje Barbie toch wel een beetje klaar is met de reality-series rond Barbie en Michael. Maar zelf hebben ze nog wel een paar ideeën. Ja, Barbie's Break. Wellicht hebben we eerst nog Barbie's Bias. Maar er zijn nog zat mogelijkheden dat RTL heeft gezegd van nou, we verwachten hier nog wel een vervolg op. Ik wil wel door. Ja? Jij niet dan? Ja, ik ook wel, maar ik zou niet meer weten wat eigenlijk. Barbie's Begrafenis?